Ja, ik heb interviews met jou gehoord na Willem II, die winnen je dan met 2-0. Maar jij stond echt met de pest in je lijf, stond je iedereen te woord. Is dat een beetje verdwenen nu? Heb je het een plekje kunnen geven? Want je leek echt heel erg verbolgen toen. Oh nee, dat heb ik zeker wel een plekje kunnen geven. We hadden gewonnen, dus ik was ook wel blij natuurlijk hoor. Maar dat moest wel echt beter en dat besef is er wel bij iedereen. Dus dat is nu geen problemen. En is het dan ook nog een thema in deze week? Of gaat het dan vooral over Benfica? Nee, natuurlijk heb je het er even over de dag na de wedstrijd. Dan bespreken we altijd de wedstrijd even na. En dan, ja, iedereen vindt ook wel dat het zo is. En iedereen weet dat we dat moeten verbeteren. Dus, maar zolang we de wedstrijd winnen is het geen probleem. Maar we moeten wel proberen meer te scoren. Ja, nou, dat is vandaag niet gelukt. Jij was ook heel dichtbij. Heb jij nog nooit zo boos gezien toen na het missen van die kans? Of kans dat je er net niet bij kon? Ja, ik was boos dat Donny eigenlijk die bal niet gewoon breed legt. Dan kan ik hem zo intikken. Maar hij had hem natuurlijk niet gezien. Hij moest heel snel handelen. En hij schoot hem gewoon hard, zeg maar, op doel. Maar net te ver voor mij. En dan baal je wel even net voor rust. Balen, je ontplofte bijna. Ja, dan zit je in emotie. Het is wel wat wild gedrag natuurlijk. Maar volgende keer zal ik proberen wat rustiger te blijven.